Bier drinken voor het goede doel? Het kan. Vijf studenten van de HAN organiseren een bierpong challenge om geld op te halen voor Kika. De studenten zijn eigenlijk door mij zeg maar ingeseind. Ik ben hun opdrachtgever om een PR-stunt op te zetten. En die PR-stunt is dus aanstaande donderdag. En wat gaan ze doen? Ze gaan van 12 tot 2 proberen zoveel mogelijk studenten en medewerkers bij elkaar te verzamelen. Om voor het goede doel zoveel mogelijk geld op te halen. Het goede doel is Kika. En ik ga namelijk voor Kika de marathon van New York lopen. En ik probeer op deze manier natuurlijk zoveel mogelijk sponsorgeld te werven voor Kika. Wij doen met 5 studenten de minor PR en media relaties hier op de HAN. En we moesten een ludieke actie bedenken om de aandacht te vragen voor Loes Loopt. En dus toen kwamen we vervolgens op het idee om bierpong te doen. Want ja, de link met studenten en het goede doel is natuurlijk lastig te leggen. Maar bierpong is iets wat goed leeft onder de studenten. Dus dachten we van, daar kunnen we misschien wel veel aandacht mee trekken. Er is eigenlijk geen relatie tussen bierpong en Kika. Het is namelijk zo dat de actie is voor Kika en niet namens Kika. Dat moet even duidelijk gezegd worden. De relatie van bierpong is de relatie tussen bierpong en Loes Loopt, die is er wel natuurlijk. Door middel van het spel bierpong kunnen mensen geld doneren. Het is namelijk zo dat je vrijwillige bijdrage vanaf 1 euro mag doen. Vervolgens mag je 3 keer een bal gooien. Als je hem 3 keer raak gooit, maak je kans op een prijs en krijg je een gratis biertje. Ondanks dat het ludiek is, moet het wel gewoon rustig verlopen. En we zijn bovendien op een school, dus daar horen we ons naar te gedragen. Eigenlijk omdat we het voornamelijk op het ludieke gedeelte van de actie willen richten. Als je namelijk hier van die normale Red Cups neer gaat zetten, dan wordt het waarschijnlijk een zuivelfestijn. En het moet wel duidelijk blijven dat het gewoon voor een goed doel is en dat het geen zuivelfestijn is. En dat het voornamelijk is om aandacht te vragen voor het goede doel. En momenteel staan er 100 inschrijvingen. Dus we verwachten een heleboel mensen. Maar het kan natuurlijk altijd zo zijn dat een gedeelte niet opkomt dagen. Maar we zijn op een drukke school, er zijn voldoende mensen hier aanwezig. Dus wij verwachten drukte, ja, zeker.